Romano Denneboom, heb jij afgelopen week een streep ergens onder gezet? Nee, ik heb nergens een streep onder gezet. Ik bedoel ermee, heb jij iets afgesloten? Ook niet. Dat wordt een moeilijk gesprek zo, want volgens mij was jij vorige week niet in de selectie van Sparta en ben je er nu weer wel na een gesprek met de trainer. Ja, dat wel, maar streep onderzetten of iets afsluiten, dat doe ik niet. Gewoon een gesprek gehad en ik ben gewoon lekker aan het trainen. En is er voor jou, is het voor jou weer zoals het was? Ja, eigenlijk wel. Voor mij is er niks veranderd. Maar de trainer wil dat je wel verandert. Ja. En dat neem ik aan dat je dat ook gaat doen om bij Sparta te kunnen blijven voetballen. Nou ja, ik ben gehuurd tot het einde van het seizoen. En ik ga gewoon verder hoe ik bezig was. Gewoon lekker voetballen en hopen dat ik weer aan spelen toe kan. Alleen de trainer vond dat je niet lekker bezig was. Vandaar dat hij je even zeg maar naar huis heeft gestuurd. Ja. Had je daar begrip voor? Ja, begrip voor. Ik ben voetballer en ik wil trainen. En als je de hele week naar huis gestuurd wordt, is het niet leuk natuurlijk. Maar begrip. Maar het is niet vreemd. Voetballers die niet spelen, die zijn gewoon ontevreden. En misschien uit jij dat op een manier die de trainer niet aanstaat. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Hoe was het gesprek? Was het een goed gesprek? Ja, ik heb goed met de trainer gesproken. Dus dat was positief. Was het een monoloog van de trainer? Of heb jij ook je weerwoord kunnen doen? Ik heb ook gewoon een paar dingen aangegeven, ja. Want er zaten jou ook een aantal dingen niet lekker. Ja, dat klopt ook. Wil je die met ons delen? Nou, nee. Hoe zie jij nu de rest van het seizoen voor je? Want je bent op dit moment geen basisspeler. Maar verwacht je dat op korte termijn toch weer wel te zijn? Want dat is wanneer jij het gelukkigst bent. Als jij gewoon vanaf de aftrap erbij bent. Ja, daar doe ik hard mijn best voor. Ik train elke dag. En ik hoop de trainer te kunnen overtuigen dat ik in het elftal hoor. En dan gebeurt het. Je wordt uit de selectie eventjes gezet. Dan steken die verhalen weer de kop op. Hè? Van die moeilijke jongen. Ja. Wat doet dat dan met je? Ja, ik ben ook een beetje moe van wat is moeilijk. Ja, een jongen die niet makkelijk is, is dan een heel logisch antwoord. Ja, nou, ik denk niet dat ik echt moeilijk ben. Maar het feit dat je dan eruit gezet wordt, onderstreept dat wel van die moeilijke jongen. Ja, dus ben ik in andere mensen in de ogen misschien moeilijke jongen. Maar ja. Kan jij nog met Frans Adelaar werken? Is dat nog mogelijk op een fatsoenlijke manier? Ik ben toch heel de week aan het trainen, dus ik denk het wel. En jij rekent er gewoon op dat jouw kans nog gaat komen dit seizoen? Denk ik wel. Denk ik wel, ja. Wat je dan nodig hebt, is bijvoorbeeld zo'n goede tweede helft als in Den Haag. En eens een keer een lekkere goal gewoon, hè? Ja, dat heb ik wel nodig, ja. Is dat iets waar je dan heel erg naar uitkijkt, waar je naar verlangt? Ook bijvoorbeeld als je s'avonds op de bank zit, dat je denkt, potverdorie, dat zou me over een drempel heen kunnen helpen? Ja, als ik thuis ben, dan denk ik niet echt aan voetbal. Ben ik lekker thuis. Heb je dan naar je zin hier? Hartstikke naar mijn zin. Het is een mooie club, dus